ruik het, ik ruik de soep. Ja, schoonzus Tamara is bezig geweest. Danielle is weer bezig geweest. Henk is bezig geweest. Dus, de hele familie Schmink die is aan het kokerellen geweest. Ja, klopt. Ja, ja. Een hele culinaire familie. Hè? Dat is een deel van de familie die meer in het grondwerk zit. En een deel van de familie die meer horecawezen, catering, culinair. Creatief, ja. Dat zie je. Hè? Het is hartstikke creatief, ja. Het is sowieso een heel gastvrij arrangement hier. Ons clubhuis natuurlijk, hè, van de Société en Muzikaal Neusbreuken. Ja, en we gaan een beetje de optocht op leuken, Rob. Ja, maar dat is toch niet vanwege jullie zangkwaliteiten, toch? Verre van zelfs. Maar ja, goed, we doen maar wat en het is altijd gezellig. Dit nou ook een verkoopargument voor je buurman? Die probeert al jaren wat weg te komen, maar het wil hem niet lukken. Nee. Hey, want je hoort wel eens dat er belemmerende factoren zijn, maar dit zou er zomaar eentje kunnen zijn. Hè? Ik zeg altijd, als je hier komt wonen heb je een goede buurman. En dan zegt hij, ja dat vind jij. Ja. Waar gaat het heen? We gaan nu naar de jurywagen. Naar de jurywagen? Ja, en u van de jury? Ja, ik ben van de jury, dus kijk maar uit hoor. En onkoopbaar ook? Nee, totaal niet. Nee. Boven een tientje ook niet? Ook niet. Onder een tientje zeker. Veel wijsheid dan. Ja, dankjewel. Jullie veel plezier, hè? Allemaal prinsesjes vandaag. Ja, dat klopt. Lopen jullie ook mee of staan jullie alleen mooi te wezen? Alleen mooi te wezen, ja. Daar zijn we goed in. Het is ook ruim voldoende met carnaval, hè? Zeker, genoeg. Voldoende antivries. Precies, weet je, je moet toch gehydrateerd blijven. Je wel van? Ja. Of moest je mee waar je was? Nee. Ik kwam hier vooral patat te eten. Een beetje meer oefeningen, meer beweging willen we. Lekker naar buiten, jongens. Waar kom je voor? Voor de optocht. Vind je dat leuk? Ja, ik heb het nog nooit gezien. Heb je nog nooit gezien? Nou, meid, bereid je er maar op voor. Het is bijzonder. Ik vind het spannend. Dat hoeft niet. Het is gewoon hartstikke leuk vooral. En straks even met pap en langs de patatkraam, toch? Of... Hebben we al gedaan. Jij bent ook voldoende gehydrateerd? Nog niet, maar wordt aan gewerkt. Wordt aan gewerkt. Nou, alle consumptiebonnen op? Nee, we hebben er nog genoeg. Gaan we patat halen? Ja. Ja, nou, dus, is met mayonaise, waar komt die mayonaise terecht straks? Bij de balie. Die is er bovenop. Ja. Hey, veel plezier, hè? Dank je. Als we het goed voorbereid hebben, en dat hebben we gedaan, dan gebeurt er inderdaad niks. Maar er kan altijd wat gebeuren, en daar zijn wij voor. En waar komt u voor? We komen voor de carnaval. Over de carnaval, u houdt wel van carnaval? Tuurlijk, dan zijn we hier. En de kleintjes ook? Oh, Pinjeng Lu. Ja.
goedkope arrangement vanmiddag weer. Wil je nog een liedje van ons horen dan? Oh, zou dat kunnen? Wat wil je horen? Nou, wat ik zelf heel mooi in Mexico, weet je wel, van de zangeres zonder naam. Ja, dat kunnen we. Financiërs. Ja, vooruit financiën, zo moet ik ervan zeggen. Mooi weer. Heb je er al strakke plaatjes van gemaakt? Ja, zeker, 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 zeker. Waar kunnen we die dan allemaal zien? Op mijn website. En waar vinden we die dan weer? Oh, gertwagelaar.nl. Toch komt hij hier voorbij? Jazeker. Hij is onderweg, hij komt eraan. Hij is onderweg? Ja, hij is gestart. Dames en heren, hartelijk welkom in het waanzinnig mooie, gastvrije en sfeervolle Hoogland. Zandkruiers gaat voor de gelegenheid. En de optocht gaat weer van start, Koen. Ja. En jij gaat wat quotejes halen, toch? Ik ga met Gerrit Veenendaal mee. Ja. En jij neemt Bert. Ja, ja, en dan gaan we eens kijken wat er voorbij komt, ja, hè? Ja, ja, met ja. Op de achtergrond, dames en heren, neuzenvreugd. Waanzinnige kapel. Dames en heren, bij Eva en de vrije producenten Amersfoort. Amersfoort gezien, vest thema, kortom, overal. We doen het met z'n allen. We zijn overal. Yes. Ja. Cecilia, wie is dat? Nee, dat is een muziekvereniging. Oh, dat is een muziekvereniging. Die hier aan het lopen is, het bestaan 90 jaar. Dit jaar. 90 jaar. 90. Waar is nou je favoriete nummer? 69. 69, en van jou? Ja, dat hou ik geheim, Rob. Ik moet de werk en privé een beetje gescheiden houden, hè? Voor de hele mooie oproep. Dorpsterwee, Hooglanderveen. Ja, dan gaat hij. En zingen. Ja, gaan we. Er waaien de wimpels al heen en alweer. Allemaal, vriend dat er bent allemaal. Ik moest weer even daarheen, want ik moet zelf ook spelen. Oké, okay, nou succes ermee, hè? Dank je. Fijn dat zult u gaan zien. Met een hele hoop mooie praalwagens. Leuke muziek en veel genoeg. Wij hebben voor deze top elke cent gestaan. Dat is een goed. Lukt het al een beetje met de opbrengst? Ja, zeker. Maar de zak is aardig leeg. Ja. Dit is er allemaal in het bak. Sensation Wildland Anthem. Mannen, net even. Zonder poen is het niet te doen, hoor. Zonder poen is het zeker niet te doen. Nee, nee, nee. Nou, succes. Ja, dankjewel. Maar het allemaal goed er nog toe. Eén pleistertje tot nu toe, dus het gaat goed. Trek een kaart. We voorspellen van alles. Er zijn de kaarten en de toekomst laat zien.
Action Car. Deze. Ja. Wat is dat? Een kater. Maar u? Twee paracetamol van morgenochtend. Ik ben vandaag Sheikh Mustafa. Dus, nee, ja, mooi langs de kant. We hebben mooi weer. De biertje in de hand. Genieten. Heb je het verkleed als, als wat eigenlijk? Als soldaat. Wat had me hier? Dat u het wilt zien? Ik weet het bijna zeker. Ah, oké, okay, nou dan gaan we doen. Wat hier voorspellen we. Feest! Ik ben verkleed als unicorn. Als? Unicorn. En wat is dat? Dat is een eenhoorn. Ik graag die. Ah, kijk ik doe het. Alsjeblieft. Nou, fantastisch. Rijkdom. Ja, dat heb ik weer. Hè. Geluk, het geluk. Je had het begrepen. En jij ook uit Afrika natuurlijk? Ja. Ja. En waar moet je heen? Ik moet naar het einde van de weg. Is dit wat voor de lokale stad? Hoe bedoelt u? Uit Gambia of uit Ghana? Of waar komen jullie vandaan? Ja, Zuid-Afrika. Dus ja, allemaal een beetje overal van. En wat voor dans hoort daarbij? Ja, wakka wakka. Hij komt straks nog wel een keer. Succes dan met de wakka wakka. Dankjewel. Denk ik. De diesel is op. Is de diesel op? Ja. En je dugout is ook bijna weg? Ja, oh, ook nog. Maar waar moeten we zo snel heen? Plaspauze. Maar we hebben geen muziek en daar heb je benzine voor nodig. En die zit daarin. Wat bent u nu aan het doen? Nou, de agraaste zonder dieselolie. Omdat de dames hem niet afgetankt hadden. Ondertussen te eten, dat is niet de bedoeling. Derde keer al! En jij bent verkleed als? Als mens, nee. Als cadeautje, als kers. Als kers op de taart? Ja. Wie is Hans? Hans? Geen idee. Goed hè, je ziet het, wij zien er gezellig uit zo, met z'n allen, dus Wat is dit voor club? Een muziekclub? Nee, we zijn bij de Ogenarren. Maar we vieren het in de fam, vandaar de fanfare. Mooie snorretjes hebben jullie hè? Ja. Nee, je hebt blond haar en een zwarte snor zie ik nu. Ja. Een blonde snor. Ja, dat wel. Kromsnor. Ja. Hij heeft nog niet zo'n grote snor als u heeft. Nee, maar dat niet eens kan nog komen hè. Die komt nog, die komt nog. Kom nog dus. Ben je nou over zo'n wagen? Vanaf de 11e van de 11e zijn we bouwen gegaan. Dus ja, zo lang zijn we bezig geweest tot vorige week. Heel veel papier. Ja, heel veel. Zes. Zes, ja. Sorry. Oh, je telt buitenlaar niet mee. Jawel, dat is zeker belangrijk. Ben jij dat verkleed als huisvrouw? Nee, ik ben in badjas. Als huisvrouw? Nee, want ook huismannen op de kar.
iedere dag? Ja, en dit is Happy Dinsdag. Nou, moet je altijd wel lachen. En anders is het zo. Zijn jullie verkleed? We zijn als tovenaars. Als tovenaars. En wat kunnen jullie hier voor mij toveren? Ja, jou wegtoveren. Ja. Wegtoveren. Ja. Oké, doe maar. Ja, hier dan. Wie is die? Hij is weg. Hij is weg. Van. Zeker weten. Lekker, hè? En een klein glaasje, een mooi champagne glas erbij. Mooi, hè? Dat bedoel ik. En wat is dit voor borrel? Hé? Hoeveelste borrel is dit al? Niet te tellen, sorry. Wie komt eraan? Stadsfrans Joris 42. 42 alweer? 42 alweer, ja. Wat zit er, Joris? Daar zitten wat doppen in. Daar kan ik jou oranje, even horen. Oranje fan? Ik ben ontzettend oranje fan. Met de groeten doen? Ja, de Leubroeken natuurlijk. En wie nog meer? Verder iedereen die ik carnaval viert. Iedereen? Die carnaval viert. Als jij hier de aandacht gaat trekken, dan moet je er ook op, hè? Als wie ben jij verkleed? Huh? Als wie ben je verkleed? Wat lijk ik? Geen flauw idee. Wat? Ja, het hoort een soort van Eskimo te zijn, maar ja. Ben je wel uit je hoofd? Nee, bijna wel. Hij wordt wel 20 keer per dag gedraaid, dus ja. Ja, de tekst is ook zo moeilijk, hè? Dat is een heel moeilijke tekst. Waarom schrikken jullie zo? Nou, het is een beetje eng voor de camera en zo. Als je meedoet in een optocht, dan weet je dan dat je de aandacht trekt. Ja, we lopen snel door, altijd. Gewoon een beetje. En wat voor soep maken jullie? Ja, hele maagdsoep. Kijk, we hebben een puntenkaart. Kies maar wat uit. Kijk, we hebben wat willen we, Gerrit? Heerlijke soep, bereid met veel liefde en een vleugje magie. Hoe doet u dat? Ongelooflijk. Hoe doet u dat? Een slokje magie. Valt mij op dat je die jonge meiden altijd heel lang interviewt. Ja, het oog wil ook wat, hè? Wat ben je aan het omroepen? De magie die hieruit ontstaat. Kijk, hij neemt een klein beetje magie. Wordt dit op? De mooiste shows komen naar voren. Let op. Wordt het gesponsord door magie of zo? Kijk, ik zag daar ook al magie. Nou, je zou het haast denken, ja. Maar het is helaas niet waar. Mag je helemaal zelf kiezen? Oh, jullie hebben à la carte. Ja, we hebben à la carte. Alles mogelijk. Heerlijk. Dank ja, jullie wel, hè. Heel zielig het opeten. Om naar de optocht te kijken ook? Ja, jawel. Meer tijd voor bier drinken natuurlijk, maar we komen er wel. Uiteindelijk wel. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gerold.
Staan ze er een beetje mooi op? Ja, zeker, ja. En hoe gaan ze verkleed van het jaar? Als buurman of buurman. Ja, waar is het? Waar is wat? Oh, wat is het? Een sociaalse broodje, denk ik. Ja. En warm, hè? En warm, ja. Dat hebben we nodig, hè, nu. Mag je wat vragen? Even voor de camera. Weet je naar jullie zin? Ja. Dini, ze kunnen knippen. Ze knippen wel. Rob knippen wel. Dit knippen wel. Dit knippen. Ja. Echt. En waar kunnen we dit dan allemaal zien? Hoogland.nl. Ja, het is heel leuk. Waarom? Nou, het is heel gezellig met z'n allen. U bent niet verkleed. Ik ben het zelf ook. Ja, wie zegt dat ik niet verkleed ben? Kunnen we dat allemaal weer zien bij Amersfoort gezien natuurlijk. Kan me een beetje volgen? Ja, prima. Ja. Boekje erbij, ja. Wat is het volgende nummer? I still haven't found. Je brede pijpen, hè? Ja. Het moet fijn zitten. Ja, zit het. Clown, hè? Hoedje op. Altijd leuk. Ik vind het heel super gezellig. U? Ja, ik kan nooit door die spiegel. Nou, maakt niet uit. Zeg maar lekker je. Zeg maar je, wij vinden het heel gezellig, leuk om mee te lopen, mooie mensen langs de kant en lekker genieten. Er moet hier iemand blazen uit het publiek, hè? Ja, kom op jij. Ja, nou is die beter. Maar ze mag nog een keer, ze mag nog wel een potje nemen. Oké, dat is ja, goed. Hoor, ja hoor, we hebben de controle een beetje versoepeld vandaag. Zeg al een kapje. Waar gaat u heen? De optocht lopen. Is toch dat liedje? Ja, ook. Klopt. Als wie zijn jullie verkleed? Gewoon als vrolijke mensen. Ja. Heel veel kleur. Vrolijke mensen? Ja. Normaal zijn jullie niet vrolijk. Nou, dat is het idee van verkleden. En jij wordt iemand anders. Dus normaal ben je heel ontzettend chagrijnig, boos. Nou, dat niet. Maar we zijn wel veel vrolijker als normaal. Ja, de kleurrijker. Abracadabra, ik kijk in uw ziel, als oude heks in mijn scootmobiel. Hop, zo doen we dat. Het Zeuvuze, dat is een net dorp. Jullie houden de zaak niet. Ja.
Johnny, gewoon niet. Hij is een beetje mensenschuw. Hij is een beetje mensenschuw. Is dat magie? Die pure magie, hè? En pure magie, inderdaad, ja. Het lijkt er ook een beetje op, hè? Bruin en ja, ja. Wat is het thema van dit jaar dan? Het thema is met magisch. Magisch. En hebben we eigenlijk een eigen draai aangegeven door magie te gebruiken. En een beetje magie, dan komt dezelfde magie eruit. Zeker dat je het goede flesje gepakt hebt? Ik wel. Regisseer jij allemaal? Ja, ik probeer de boel onder de controle te houden, ja. Een week of wat om te oefenen geweest ook, of niet? Ja, zeker. Zes weken, denk ik. Uiteindelijk lopen wij al meer dan 30 jaar met z'n tweeën mee. En we gaan gewoon door. Hele sterke band, echt. Je komt er niet los van, hè? Nee, ik zit vast aan er. Tenzij zij loslaat, dan... Sterkte. Heel, ja, dankjewel. Jullie hebben een lekker weertje uitgekozen. Ja, dat hebben we speciaal voor onze prins gedaan, want de prins van de Eemschuurs die komt bij ons uit de groep. Ja. En we hebben dus een weerhuisje. Dus ja, daar hoort het ook een beetje bij, dat krijg je dan. Ja. En jullie zijn dus al zo dood dat we kregen, hè? Ja, maar dat... niks, ja. Nou, dat mag niet zo. Dat is wichtigst is jetzt, ja? Dat Ilona en Rick daar steeds op de wagen voorbij komen. Dat scheert dan ook in wagen, ja. Nou. Viele Glück. Dank je. Een goede opleiding, daar begint het mee. Een hele goede opleiding is heel belangrijk, jongens. Denk allemaal aan jullie studie en kom heel ver in de maatschappij. Even een sommetje voor de kijkers. 1 keer 0 is... Ja, goed zo jongens. 0, we zijn geslaagd. Hele fijne optocht allemaal. Over een paar minuutjes zijn we er weer. Zeker Stapelgek. Komt dat zien. Zeker Stapelgek is in de stad. Voor de paardensportdag in Hoogland. Concours hippiek? Ja, concours hippiek, ja. Ik ken dat fietsen. Wat zegt u? Ik kan beter lopen dan fietsen, denk ik. Ja, maar ja, dat is zo. Daar kan ik ook niets aan doen. Special edition. Ja, kan je het zien? Ja. Nou, dankjewel. Naar de Ibelaan. Naar de kloten! Ja, inderdaad. Naar de Ibelaan. Goeiedag, met al dat bier. Ja, nou, maar, je gaat hoe dan ook de verkeerde kant op. Nou. Volgens mij kan je hier ook terecht. Dat is heel aardig, maar er wachten vrienden op mij. Een beetje wijzer? Heel erg. Voel je niet in een hokje gepropt? Ja, het is wel een beetje... Maar het is wel droog, hè? Jullie gaan als een balletje vandaag. Ja, goed hè? Welk nummer? 50. Wat is ook je favoriete nummer? Nou, ik heet Sarah, dus dat is leuk. 21? 21, ja. Neem, wordt het uit. Even zwaaien, met z'n allen gezellig. We hebben net al gezeten. Ja. We hebben net al gezeten. Ja. Ik ben er binnen, hoor. Jazeker. Moet je daar de quizmaster zijn?
Kun je eventjes je prijs ophalen? Wat een erebaantje, hè? Hekken sluiten. Nou, het is wel koud. Oh, koud? Ja, koude voeten. Alleen koude voeten? Ja, alleen koude voeten. Heb je gedronken, Koen? Wat zei jij? Heb je gedronken? Ik heb helemaal niks gedronken. Okay. Ik heb 2 plakjes cake gehad. Ben ik heel benieuwd hoe jij thuis uitlegt hoe je aan die rode neus komt. Ja, ja precies ja. En waar kunnen we dit dan allemaal zien, Koen? De VPA, Amersfoort gezien. Eva, mis ik er eentje? Nee, Vestema en Vathorst TV, de hele reut. Nog, Amersfoort gezien hebben we al gezegd. Wat vond jij ervan? Maar eerst nog een paar uur editen, hè? Ook nog. Jongens, en waar kunnen we dit dan allemaal zien? Ja, Zandkuus gaat toeren!